Ik ga jullie laten zien hoe dat jullie opgave 11 vanuit het werkboek, pagina 27, kunnen downloaden van SmartSchool, kunnen bewerken, oplossen en terug uploaden in de uploadzone van SmartSchool. Als je vanaf school de oefening al begonnen bent, dan kan je normaal gezien bij mijn documenten, als je aan de rechterkant klikt, in de map waar je het geplaatst hebt, in mijn geval tekstverwerking van Writer, dan kan je je opgave opnieuw via de rechtermuisknop gaan downloaden. Ik zal dat eventjes doen. Ik kies download. Hij vraagt mij natuurlijk waar wil je dat gaan downloaden. Ik maak snel een nieuwe map. Writer. Oefeningen. Voilà. Daarin ga ik die oefening gewoon opslaan. Stel dat je nog niet begonnen was aan de oefening. Dan kan je natuurlijk altijd via start en dan het vak aan de linkerkant. 3 informatica VEJE. Bij de documenten vind je dan de opgave ook terug. Tekstverwerking onderaan. Opgavebestanden van fiche 3. Hier staan ook alle opgavebestanden. Goed, mijn bestand is gedownload. Ik kan het rechtstreeks gaan openen. Dat doe ik dan ook en LibreOffice Writer verschijnt. De opgave. In het boek, pagina 27 onderaan, gegeven is een klein receptenboek met super eenvoudige gerechten. Wat wordt er gevraagd? Pas de juiste opmaakprofielen aan. Laat je creativiteit de vrije loop. Dus als we eens even gaan kijken, ik zie dat dat document 7 pagina's groot is, met een aantal recepten. Die recepten bestaan iedere keer uit ingrediënten en een bereiding. Als ik even ga kijken naar boven, dan kan ik door te klikken in de titel, zien dat de titel van opmaak kop 1 is. Het gerecht zelf, de naam van het gerecht, heeft kop 2. En de ondertitels, zowel ingrediënten als bereiding, die krijgen kop 4. Dat geeft mij al de mogelijkheid om niet nieuwe opmaakprofielen te moeten gaan creëren, maar gewoon de huidige kop 1, 2 en 4 aan te passen. Ik ga eens even kijken op de tweede pagina. Dat is terug kop 2, kop 4, kop 4. Okay. De eenvoudigste manier om deze instellingen aan te passen is via het knopje hier stijlen en opmaak. Je kan ook gaan naar opmaak, stijlen en opmaak of op de knop F11 drukken. Als ik dat aangezet heb, krijg ik aan de rechterkant mijn inhoudsvenster met alle mogelijke koppen die we gebruiken. Je gaat ook zien als ik hier nu een ondertiteltje selecteer, dan wordt aan de rechterkant ook de juiste kop meegeselecteerd. Ik ga eens de eerste kop tekst of het eerste titeltje aanpassen. Mijn kookboek is van kop 1. Kan ik heel eenvoudig kiezen rechtermuisknop wijzigen. En ik kan dan natuurlijk een aantal instellingen gaan veranderen. Ik ga ze niet helemaal doorlopen, ik ga er gewoon een paar uitlichten. Ik zal het lettertype aanpassen, dat is altijd vrij duidelijk. Ik zal dat cursief zetten, ik ga dat ook uitlijnen naar het midden. Voilà, ik ga eens even toepassen klikken en eens kijken wat er al gebeurt. Toepassen, oké, mijn kookboek staat in het midden, cursief. Dus kunnen we daar nog snel aan veranderen. Ik kan bij het lettertype of de teksteffecten ook nog eens een andere kleur kiezen. Rood, toepassen. Oké, je ziet dat de kop aangepast is. Ik druk op oké en dat was alles voor mijn titel. Als ik nu mijn gerechten even ga aanpassen, dan eens even kijken, aardappelpuree op dat eerste blad en gepofte appels op het tweede blad. Ik kan dan heel eenvoudig diezelfde kop gaan aanpassen, kop 2 in dit geval, wijzigen. En ook hier ga ik een aantal dingetjes aanpassen. Ik ga eens een heel ander lettertype pakken, zodanig dat het verschil groter en duidelijker is. Dat is een mooi lettertype. Ik maak het wat groter. Ik kies bijvoorbeeld bij de teksteffecten nog eentje dat ik regelmatig gebruik. Omtrek en schaduweffecten. Ik ga eens even kijken welke effecten dat geeft. Goed, ik ga dat ook nog onderlijnen. Dus bij teksteffecten ga ik het onderstrepen ook nog aanzetten. En hier kies ik meestal de golf, het golfeffect toepassen. En inderdaad is dat al mooi aangepast. We zien wel dat het titeltje nog klein is, dus ik ga het nog wat vergroten. Dus dat mag gerust op grote 16 zijn, toepassen. Oké. Dus nu zouden mijn titeltjes, mijn gerechten, op iedere pagina al aangepast moeten zijn. Ik scroll eens even naar beneden. Gepofte appels is aangepast. Wentelteefjes is aangepast. En de pasta salade ook. Dus dit lijkt mij een goede methode. Wat ik jullie nog kan gaan laten zien is een tweede methode. Je kan ook rechtstreeks in het document je titeltjes aanduiden en hier gaan aanpassen. Je kan dan zeggen die ingrediënten, ik ga die zoals je dat op de vertrouwde manier doet, via eigenschappen van het teken gaan aanpassen. Ik zal het ook hier weer dubbel maken, duidelijk, een lijn eronder
een lijn erboven, dan krijgen we dit effect al. Een schaduweffect toevoegen, het lettertype weer wat aanpassen. Ik kies er een willekeurig uit. Zo. Het is een beetje klein. Kijken of ik een groter lettertype vind. Dit is prima. Goed, vet en cursief. Ik ga het enkel vet maken. Ik ga het weer wat groter zetten. Lettergrootte 15. Oké, we gaan eens even kijken wat dat maakt. Op zich maakt dat niets, want het heeft enkel ingrediënten aangepast en niet bereiding. Dat komt omdat ik die opmaak nu toegepast heb enkel op ingrediënten. Ik moet nu nog gaan zeggen dat hij het opmaakprofiel voor de hele pagina gaat moeten bijwerken. Dat doe ik door hier in het stijlen en opmaakvenster op dit icoon te gaan klikken, het pijltje naar beneden en dan te gaan zeggen opmaakprofiel bijwerken, waardoor dat het profiel voor het hele document zal aangepast worden. Je gaat normaal gezien de wijziging zien gebeuren in de titel bereiding. Als ik nu klik, voilà, gaan ze even controleren. Bereiding is inderdaad aangepast. Als ik nu naar beneden scroll, dan zie je dat door gebruik te maken van opmaakprofielen, met stijlen met andere woorden, dat alles in het hele document reeds aangepast is. Voilà. We kunnen als laatste ook nog het standaard lettertype gaan aanpassen. Je ziet dat hier, als ik dit selecteer, dan zie je dat dat op standaard staat. Ook hier, heel eenvoudig. Ook dit kan ik weer gaan wijzigen. Een nieuw lettertype. Times New Roman, dat is een heel eenvoudig lettertype. Kies Tahoma of Verdana, is ook een van die veel gebruikte. Hier staat Verdana. Voilà, het is een beetje groot, dus het mag wat kleiner toepassen. En je ziet inderdaad, als ik op OK druk, dat op iedere pagina het opmaakprofiel al aangepast is. Goed. We gaan eens even kijken. Ik ga mijn document, is eigenlijk al klaar, de oefening is afgewerkt. Ik ga de oefening ook nog opslaan. Bestand opslaan als. Ik ga op dezelfde plaats, dus op mijn bureaublad had ik een map gemaakt. Even naar beneden, writer oefeningen. Ik ga kijken in mijn boek hoe dat ik die oefening moet opslaan. De naam van dat bestand zou zijn oplossing, kookboek 2. Ik ga dat opslaan. En kijken van boven, inderdaad, de naam van het document is gewijzigd. Het enige wat ik nu nog moet doen, is dit document gaan uploaden in de Smart School Upload Zone. Dat doe ik als volgt. Ik sluit LibreOffice Writer. Ik zit nog actief in Smart School. Ga opnieuw naar mijn vak. Zorg dat ik op de juiste plaats sta natuurlijk. En hier bij de Upload Zone ga je zien dat er voor tekstverwerking al een map voorzien is. Ik klik het plusje van tekstverwerking uit, krijg alle klassen te zien. Stel dat ik kies het eerste klas, de eerste klas nu, 3ECWA. Als ik mijn document hier wil gaan uploaden, ik klik eerst op de klas. Dan krijg ik hier de mogelijkheden om één of meerdere bestanden te gaan kiezen. Dus ik druk op bladeren. Kies bestand. Ik ga natuurlijk enkel mijn oplossing uploaden. Ik kies mijn oplossingsbestand. Openen. Hier staat het bestand. Ik moet natuurlijk niet vergeten ook nog het effectief door te sturen. Je ziet dat de status nu op 0% staat. Ik kies bestand uploaden. 100%. En als het vinkje beneden in orde wordt gezet, dan zal mijn bestand geüpload zijn. Het enige wat ik nu nog moet doen is hier beneden, dien deze bestanden in. Als mijn flashplayer eventjes meewerkt, dan ga ik nu zien dat het bestand geüpload is. Ik moet nog indienen drukken. Even wachten. Er zijn wat technische problemen blijkbaar bij smartphone. Maar ik ben er vrij zeker van dat als ik eventjes wacht, totdat het uploadproces voltooid is, dat mijn bestand ingediend zal zijn in de uploadmap van 3ECWA in dit geval. Zo verwacht ik dat je iedere oefening van fiche 3 voltooit. De meeste oefeningen heb je in de klas al gemaakt. Niet alle oefeningen zijn af en daarmee krijg je de kans om de oefeningen thuis verder af te werken. Je weet ook dat je een filmpje kan bekijken op YouTube waar de installatie van LibreOffice nog eens uitgelegd staat. En ik raad je dus ook aan van moest de installatie niet lukken van dat eventjes te bekijken. Ik wens je ook nog een deugdoende vakantie en zie je graag na de vakantie terug in de klas. Ik laat nog heel even zien dat dit het resultaat is. Aantal ingediende bestanden, 1 succesvol ingediend bestand dat ik zo dadelijk vanaf mijn thuis kan gaan verbeteren. Succes!